Grieks restaurant Bay Lemonakis is boos op de gemeente Lelystad. Het bedrijf heeft al voor duizenden euro's aan parkeerboetes gekregen. Heel erg veel. Als ik vanaf de dag dat we open zijn, want zolang bestaat dan natuurlijk ook het bezorgdienst. Ik denk dat het wel 6.500 euro zou zijn aan boetes. Bay Lemonakis is een begrip in Lelystad. Tot een paar jaar geleden was het Grieks specialiteitenrestaurant gevestigd op het Agorahof. In 2015 nam het zijn intrek aan de Bataviahaven. Daar begon de ondernemer ook een bezorgdienst. En toen ging het mis. De drie autootjes van het restaurant parkeren geregeld voor de deur om de bestellingen op te halen. In het eerste jaar waren we heel erg van harte welkom en het werd allemaal toegestaan eigenlijk. Zonder regels en zonder echte toezegging. En toen op een gegeven moment hebben we het einde van 2017, als ik me goed herinner, hebben we een vergunning aangevraagd voor drie auto's. Die hebben we dan ook gekregen. Dat was met name de laatste drie maanden van het jaar. De gemeente Lelystad wil de vergunning echter niet verlengen. Volgens een woordvoerder hield de ondernemer zich niet aan de voorwaarden. De knipperlichten waren niet altijd aan als een auto aan de straat stond. En de auto's zouden er ook staan terwijl bezorgers een sigaretje stonden te roken. Nou, de knipperlichten die waren altijd aan. Altijd. Dat ze dan een sigaretje buiten staan te wachten, de bezorgers, dat is natuurlijk ook normaal. Want ze hoeven niet iedere keer in en uit te lopen, de zaak. Dat is ook onrustig. Dus er werden altijd een appje gestuurd van bestelling is klaar, kom maar naar binnen. De gemeente bleef bij haar besluit. De bezorgauto's van het restaurant mochten niet meer voor de deur staan. Alternatief zou zijn, dat hebben ze ons aangeboden, dat we dan gewoon bij het Nauwpaar parkeerplaats mochten we staan. Nou, dat is van onze zaak 300, 400 meter. En dat is gewoon niet haalbaar wanneer dus de bezorger de auto daar laat, terugloopt. Dat is ook vertraging en dan weer het eten wat goed warm hier weggehaald wordt. Tot je bij de auto is, zijn adres hebt ingevoerd op zijn navigatie en dan nog wegrijdt, ja, dat is allemaal vertraging. En dat kunnen we ons gewoon niet permitteren, maar dat is geen service. De ondernemer vindt dat Lelystad wel wat water bij de Griekse wijn mag doen. De gemeente lijkt dat voorlopig niet van plan te zijn. De oplossing zou zijn dat we sowieso een vergunning krijgen die gewoon voor mijn part geldig is van 5 tot 10. Van 5 tot 9 vind ik ook prima, met knipperlichten aan. En het meest rustige zou zijn als we onze auto's bij de helling aan de kant van de haven zeg maar, neerzetten. Kan niet het hele jaar door, want er komt de Hiswa, er komen andere evenementen, dus dat begrijp ik ook wel. Maar er moet wel een andere oplossing komen, want de boetes iedere keer van 95 of 99 euro per auto. En soms wel op twee keer op een avond beboet dezelfde auto, dat kan echt niet. Nou, heren, voor u ook nog een oezing.